Lieve dames en heren, ik heb een hele, hele slechte mededeling. Disneycraft gaat sluiten. En even grapjes. Nee, sorry, nee, dat was een geintje natuurlijk. Nee. Ja. We hebben slecht nieuws sowieso. En even kijken. Nou, ja, misschien wil diegene het zelf wel vertellen hier, die bij deze geweldige mensen staat hier. En ik sta nu even voor hem. Dag meneer Hallo. De Muis. Hallo meneer De Muis. Ja, ik heb slecht nieuws voor iedereen. Kom, we gaan even hier zitten. We gaan even op de paal zitten, op de zwarte paal. Het is wel een beetje een zwarte dag vandaag, vind je? Ja, veel geregend. Het heeft veel geregend vandaag, inderdaad. Ja, ik heb het nieuws. Na 10 maanden en een half crew ga ik spijtig genoeg stoppen. Omdat ik een beetje tijd tekort kreeg en zo. En ja, vind ik ook zelf wel jammer. Zo, de stoel mag je niet meer. Nee hoor, nee, hoor geitje. Nee, Dennis, inderdaad. Dennis heeft geholpen heel erg met de server. En dat weet u misschien niet, of misschien wel. Als jullie echte Disneycraft fan zijn, dan weten jullie dat. Dennis heeft keihard geholpen aan natuurlijk ook al deze mensen hier. Maar Dennis was altijd wel een van de snelste bouwers van ons team. En die heeft echt een hoop geholpen met vooral 2.0. En ik wil daar nog even om afsluiten, wil ik even naar een plekje waar ik altijd niet, nou, wat ik gewoon nooit vergeet, waar jij altijd aan druk bent bezig geweest en wat wij samen ook wel heel erg veel hebben opgenomen. Maar dit was je favoriete attractie, want deze heb je ook compleet gebouwd, hè? Met Jens. Met Jens, ja, absoluut. En waar is Jens? Jens zit daar, in zijn eigen pakje. Ja, kijk, altijd blij, hè? Nee. Ja. En It's a Small World. Ja, nu ben ik verdrietig. Ja, snap ik. Ja, Jens is de buurjongen van Dennis, hè? Ja. En jullie zien elkaar heel vaak. En ja, ik denk meer in het echt dan in de server, neem ik aan. En ach, die jongen zit huilen. Wat allemaal tranen hier. Oh. Ik zal er maar geen heel erg triest muziekje onder doen, weet je wel. Het is wel triest, maar we moeten het niet triest doen, toch? Ik bedoel, Dennis, gaan we nog met z'n allen in It's a Small World? Graag. Ik vind het wel, hè? Dat vinden we met z'n allen. Dennis, kom je achter me? Yeah! Gaan we even een ritje doen in It's a Small World. Een van de leukere attracties waar we langs allerlei themagebieden gaan. En Dennis, misschien kan je onderweg, als we gaan, misschien kan je wat vertellen over hoe je het hebt gebouwd. En wat je moeilijk vond met It's a Small World bouwen. En wat je nog wel het mooiste vindt wat je hebt gebouwd aan de attractie. Dat is misschien leuk om te weten. Wat? Ik viel even weg. Oh. Oh jee. Misschien kan je vertellen over It's a Small World. Oké, It's a Small World is een attractie die Jens en ik hebben gemaakt in voor 2.0. Het was wel. En misschien kan je vertellen wat het moeilijkst was om te bouwen of wat we zien en hoe je dat hebben gebouwd. Ja, kijk, dit is. Nee, we zijn net door Nederland geweest, dit is Duitsland. Duitsland is eigenlijk de enige kamer die Jens en ik niet hadden gemaakt. Dit is van ook een oud crewlid geweest. Ja, klopt, Demi. Ja. En ja, het moeilijkste dat ik vond was toch wel Amerika. Daar gaan we straks naartoe. Ja. Spoiler! Dat heeft. Oh. Dat heeft zoveel shit, weet je wel. Dan moet je klein maken. Oké, we gaan nu naar beneden. Het is natuurlijk geen achtbaanrit, dus je gaat die keihard. Maar het is inderdaad, je gaat langs allemaal themagebieden. En hier komen we, waar komen we nu bij? Rwanda. Hoe? Rwanda. Rwanda. Dat is een Afrikaans achtbaantje. Oké. Ik doe even iemand mute hier, Regio, want die maakt heel veel bijherrie. Even kijken, dan gaan we hier langs. Amerika. Dit was het moeilijkst om te bouwen hier. Ja. Want Amerika heeft zoveel gebieden, shit, zo. Ik zie het inderdaad, die hebben een beetje een Broadway gemaakt, hè? En een taxi ook. Ik zie ook een museumpje, of wat is het? Witte huis. Een witte huis. Het witte huis, natuurlijk. En hier nog een beetje een beste. Ja. En dan komen we hier natuurlijk in. Dat moet je weten. Egypte? Of iets? Ja. Kijk. Nou, dit is niet moeilijk om te raden. Ziet ook leuk uit. Egypte, jongens. En we komen weer aan bij Nieuwland. En dit is, even kijken, een beetje fris. Het is een beetje met tuintjes, hè? Ik weet niet wat het is. Wat is het? Ja. Hoe? China? Oh ja, tuurlijk. China. Dit is een Chinese muur. Oh, natuurlijk. Oh ja. En dit is Brazilië.
Ja. Ja, dat herken ik aan de vlag. Ik ben niet zo goed bij vlaggen, dus dan vraag ik af en toe van wat is dit voor land? Maar het is inderdaad Brazil. La, 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 la. Lekker inderdaad wateren. En lekker ontspannen. En ook de kleuren hebben we heel leuk gedaan. En we gaan natuurlijk erboven en dan komen we eigenlijk in Disneyland. Om het zo te noemen, hè. De Disneycraft land, om het zo te noemen. Waar eigenlijk gedeeltes van de server terugbaar herkenbaar zijn. Dat weet ik wel. We zien ook crewleden allemaal hier verspreid. Zelfs oud-crewlid staat hier nog, Sammetje. En jij natuurlijk als oud-crewlid. Oh ja. Ja, sta je ook nog. Oh. En dan komen we door Donald. Zo. En dan gaan we natuurlijk even, naar het... Ik wil even destroyen voor je. Ik wil even dat jullie gaan naar Warp. We gaan gewoon even naar de Warp kasteel, denk ik. Ja. Dan wacht ik even op jullie. Ik wil wat laten zien. Wat ik nooit zal vergeten. En dat is echt een heel prachtig ding. Volg me maar. We gaan door het kasteel heen. En ik denk dat bij Dennis nou al een beetje het opkomt van wat ik precies bedoel. Dat denk ik wel. We gaan doorlopen. En we komen er bijna. We gaan hier de trap af. Ik denk dat het nou wel ongeveer gaat weten. Dat Dennis weet waar ik naartoe ga. Weet het, denk ik. Ja, wat denk je, Dennis? Richting de cars. Ook? Maar het is iets anders nog. En dat is hier zo. Namelijk dit hele gebouw. Want dit is namelijk helemaal door Dennis gedaan. Zeg ik dat goed? Nee. Oh, niet door jou? Huh? Oh, nee. Dat bovenste deel toch wel? Nee, ja, de toren. Die toren. Die toren. En er bovenop heeft Dennis gedaan. Ja, ik geloof dat Robin heeft de details gebouwd. Ja, Dusty. Robin heeft daar die blauwe toren gedaan. Oh, oké, en wie heeft die muur gemaakt? Dat heb je toch ook bewerkt? Of was Irma dat? Nee, dat was nou, deze kant was er wel, maar ik had die andere kant zelf gedaan. Ook een deel, Robin. Zo, het wordt tijd dat ik ga slapen zo. Nee. Nee, maar ik dacht echt dat jij dat had gedaan. Maar ik vond het, ik vond het wel heel erg mooi. Ik weet nog dat jij hier aan het bouwen was en dat... Dat we dat opgenomen hadden, was hartstikke leuk. Maar natuurlijk, nou je het ook zegt, natuurlijk dit hele gebied ook. Ook de cars heb je natuurlijk aangewerkt met Leroy samen. Met Leroy, ja. Absoluut, en dat is ook, dus er zijn genoeg monumenten van jou terug te zien. En Dennis is altijd welkom om terug te keren. En mensen, ik wil sowieso Dennis heel erg bedanken voor zijn steun aan de crew. En zijn lol die we hebben gehad. En we zien elkaar heus wel, hij gaat niet van de wereld, dus hij wordt niet opgeblazen door een Taliban-strijder of zo. Oh. Nee, het is gewoon... Yes. Onthoofd dan. Onthoofd, nee, dat loopt ook niet meer. Dat zal het niet. Het is een muisje, dat zal niet. Oh. Gaan we nog een liedje zingen voor Dennis? Nee. Nee, dat kan niet. Clouseau, ja. Laat nu toch niet alleen. Daar gaat ze. Dag Sinterklaas! Dag Sinterklaasje! Dag! Nee, we hebben niet echt een liedje voor je ingestuurd. Dat jammer, was Kabouterklompen. Nou, Dennis krijgt wel voor altijd VIP van ons. Als dank, want ja, ik vind het gewoon fijn als iemand dat hebben ook bij Sam gedaan. En Dennis zal heus nog wel een keer terugkomen in de video's, hoop ik. Als hij een keer tijd heeft. Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat ik... We gaan niks beloven. Kom maar... zeker langs. Zullen kom we zeggen bij zoveel likes? Of is dat een beetje chantage? Nee, mensen, geef gewoon een like voor gewoon het werk wat Dennis heeft gedaan voor de crew en voor jullie ook. Want hij heeft genoeg gebouwd voor jullie en dat is echt heel belangrijk. En Dennis, bedankt. En helaas tot de volgende keer. Oké. Doei. Doei. Doei.